Hallo, vandaag laat ik jullie zien hoe je een schoolbord maakt. Hiervoor heb je nodig een groot stuk karton en schoolbordsticker. Ik heb een whiteboard gekocht en daarop een schoolbordsticker gedaan. Ik wilde eerst een ander project maken en deze zie je er helaas nog doorheen. Dit is schoolbordsticker. Ik gebruik een lamineermachine. Ik doe wit papier door de lamineermachine. Vul het bord met de witte papier. Ik maak 4 stuks. Zorg ervoor dat het hele bord bedekt is. Dan plak ik het wit gelamineerde papier op het bord. Plak ze netjes op het bord. Zorg dat je voldoende schoolbordsticker hebt. Ga nu de sticker over het papier plakken. Doe nu de rand terug op het bord. Bedankt voor het kijken.